Dit is blindengeleidehond Joska met haar baasje Connie. Samen lopen ze een rondje over het grote cruiseschip dat nu stil ligt in de Franse stad Le Havre. Joska is een blindengeleidehond. Ik ben bijna blind, maar ik heb Joska nodig om te kunnen lopen, zodat ik niet overal tegenaan loop. Ja, want honden mogen eigenlijk helemaal niet mee op zo'n cruiseschip. Maar Joska is een uitzondering. Ze is nu samen met haar baasjes Connie en Corné onderweg naar Amerika. Daar komen we op 26 oktober aan. En dan is Joska 700 nachten aan boord van een cruiseschip. En dan is Joska de eerste hond ter wereld die zoveel nachtjes op een cruiseschip geslapen heeft. Echte zeebenen heeft ze dus. Of beter zeepoten. De tijd die ze doorbrengt op het cruiseschip vindt ze superleuk. Omdat ze altijd vrolijk is. Heel vaak wappert ze met haar staartje. En op de boot krijgt Joska veel aandacht van andere passagiers. Dan laten we haar uit het tuigje. En dan mogen mensen haar gewoon aaien en zo. Dat Corné en Connie al zo vaak met Joska met een cruiseschip op vakantie zijn geweest, komt omdat die manier van reizen voor hen het makkelijkste is. Omdat wij dus allebei niks zien. Ja, auto rijden, dat gaat een beetje moeilijk. En fietsen en dat soort dingen ook. Dus als je dan op deze manier reist, dan kun je toch op veel plekken komen. Maar ja, Joska moet natuurlijk ook uitgelaten worden. Hoe doe je dat aan boord van een cruiseschip? De Holland-Amerika-lijn die heeft altijd een buitendek. Daar staat een bak met een grasmat erin. En daar doet ze er behoefte op. De baasjes willen nog veel meer reizen maken. Zo willen ze heel graag met Joska nog naar Australië en China.